Groot feest in Heidhuizen met de winst van schutterij Sint-Nicolaas op het OLS in Doenrade. Met een in het bezit keerden ze terug naar Heidhuizen voor een groot feest. Dat zo dadelijk. Eerst nog even terug naar gisteravond, waar Sint-Nicolaas na een superspannende tweestrijd uiteindelijk aan het langste eind trok. Sint-Nicolaas Heidhuizen wint het OLS. Jos Rijks holde binnen. Wat een wedstrijd is dit geweest. Wat een gevecht is dit geworden. Je voelt het. Ja, chic. Ja. Dus wat ze jaren voor gedaan hebben. Hè. En, we hebben nu echt de goede schoen gevonden. Grote vreugde en een flink feest dus in Doenrade. Dat werd voortgezet in Heidhuizen, waar het winnende zestal op de platte kar het dorp binnengereden werd. Met volle trots werd de NUM, de wisseltrofee, gisteravond door de straten van Heidhuizen gedragen. Is dit het hoogtepunt voor dich wat ze metmaakt bij de Chauterie? Nee, ik ben van 78 jaar bij de Chauterie en ik zit 41 jaar met op Paulje Limburger. Dus je kunt zich wel voorstellen dat dit het hoogtepunt is. Toch heerlijk wie ze hem vast hebt. Lekker hè? Begint te winnen hier. Maar afgeven doe ik echt niet meer. Wie vult dat? Heerlijk. Het is loodzwaar. Het is goed dat ik goed train. Dan kan ik hem ook goed dragen. Maar dat interesseert echt niks vandaag. Dus ik ben een van de weinigen die nog weten in 1949. Niet in 49, dat is ook OLS geweest. Hier tegenover. En wij woonden hier langs. En er was een gemeente van 5 jaar. Ik mocht naar de optocht kijken. En ik kwam later onder mensen bloos aan een sabel. Wat had ze in 49 gezien? Toch niks. Had ze niks gezien. Met een sabel keek ze de ogen de kop. Ik hoorde net van Immers, ze zei, ik word de vorige keer ook bij. Hier, wie we hem wonnen. 1949 noemde dat. We hebben hem toen gekregen. Want in 48 waren we eigenlijk derde. En toen had een andere vereniging, ja, die wist dan weer van de eerste dat er iets was geweest met 2 verenigingen bijeengezotten. En die eerste woorden die wisten weer gehad dat die 2 waren dat die ene er was geen 16 of 18. Maar ja, maar dat maakt niet uit, je hebt hem gewonnen. Maar toen hebben we hem eigenlijk gekregen. Daar ging het mee kwaal om, want we hebben hem echt gewonnen.